Hoi, ik Wessel ben vandaag in Vlissingen bij Van der Gruyter, waar ze een workshopdag organiseren voor waterschaats. Kom je mee? Van der Gruyter is eigenlijk een maritieme toeleverancier. Onder andere, want we doen heel erg veel. Zo hebben we een zeilmakerij, een industriële zeilmakerij, maar we leveren ook veel aan de offshore en de zeevaart. We hebben een workshop hier op de zeilmakerij. We vertellen kort wat over wat het vak van een zeilmaker inhoudt. En daarna mogen ze lekker zelf aan de slag om zelf met zelf ook een etui te maken. We laten nu zien dat ze met heel veel creativiteit een hoop dingen kunnen maken. Wij zeggen altijd, wat je ziet kun je maken. Daarom zie je ook dat de kinderen eigenlijk om je heen al heel veel leuke dingen aan het maken zijn. Dat ze creatief zijn, eigenlijk creatiever dan dat ik eigenlijk dacht. En het leuke is eigenlijk dat als je iets in de winkel koopt, wordt er niet vaak bij nagedacht hoe zoiets in elkaar gezet geworden. En hier zie je eigenlijk dat ze doordat ze dingen maken, creëren, doordat ze een schaar in hun handen hebben, dat ze eigenlijk met een schaar en een stuk zeil en een beetje plakband en een naaimachine ontzettend veel prachtige, mooie, leuke dingen kunnen maken. En ik zie dat ze dat echt super goed doen en dat ze, je ziet de een dat meer dan de andere. Mensen zijn soms heel gefocust bezig in wat ze maken en het is ontzettend leuk om te doen en om te zien. En daar doen we het allemaal voor. De tweede workshop is op onze tuigageafdeling. Laten we een stukje van ons machinepark zien en ook onze klanten in bijvoorbeeld de jachtbouw of in de architectuur. En daarna mogen ze zelf met touwwerk aan de slag om een split te maken. En dat is nog wel een flinke uitdaging, begreep ik van mijn collega. Maar wel een hele leuke uitdaging. En ze krijgen thuis, kunnen ze gewoon er verder nog mee aan de slag. Wij hebben vandaag de kinderen laten zien wat wij hier maken. Dus eigenlijk eindverbindingen aan kabel. Zowel aan touw als aan staalkabel. Nou, wat ze gedaan hebben is een 3-strijks gesplitst. Dat hebben ze dus eigenlijk een basissplits voor touwwerk. Want dat is vrij simpel, eenvoudig. Om te beginnen, maar goed, dat is ook iets wat je moest zien. Nou, even door hebben en dan is het vanzelfsprekend. Dus ik heb de leerlingen en de kinderen van de scouting, omdat het ook daar wel voorkomt om touwtjes te maken vallen, dat geleerd om te splitsen. En de derde workshop, dat is een algemene workshop om eigenlijk te laten zien van joh, wat kun je nou eigenlijk allemaal worden. En daarbij worden we ondersteund door iemand van Hogeschool Zeeland. En een student die net van zee komt en die ook wat foto's laat zien over zijn reis. Ja, waarom willen we dat? Omdat we gewoon heel enthousiast zijn over wat we doen. Maar ook omdat bijvoorbeeld een paar ambachten op onze zeilmakerij of het netten maken, dat zijn echt wel uitstervende beroepen. Terwijl het prachtig werk is. En ja, dat willen we op deze manier ook aan jongeren doorgeven. Van nee, de maritieme sector is veel breder dan alleen varen op een schip. Je kan daar nog veel meer mee doen. En we hopen op deze manier daar wel een klein kijkje in te kunnen geven.